rolt net van de printer de drukproeven van mijn nieuwe boek, Het Coronabedrog. Ik ga dit corrigeren en dan gaat het daarna naar de drukker en dan ligt het daadwerkelijk in de winkels. Ik ben er ontzettend blij mee dat het af is. Het is denk ik een heel mooi verslag van allereerst wat ik heb beleefd vanaf het begin van corona naar de splitsing van de partij, de campagne met de Vrijheidskaravaan, de sfeer in het land, hoe we het allemaal hebben gezien. Dan bespreek ik ook alle feiten van hoe gevaarlijk is corona, wat weten we over lockdowns, over de vaccins ga ik uitgebreid in, waarom het niet werkt, waarom het gevaarlijk is, de QR-code, noem het allemaal op. En het laatste deel van het boek, dat gaat eigenlijk over wat ik denk dat de achterliggende agenda is van wat er de afgelopen 2 jaar is gebeurd. Dat is de Great Reset. Dat is een agenda die eigenlijk ook al werd gediend door de klimaatplannen, door de Europese eenmaking, de massale immigratie en de omvolking van Europese landen. En in die zin is dus het slotpleidooi van dit boek dat corona even weinig over corona gaat, het coronabeleid even weinig over corona gaat, als het klimaatbeleid gaat over klimaat, als de Europese eenmaking gaat over vrede en veiligheid en als immigratie gaat over mensen helpen. Het is een hele andere agenda, een radicale agenda die elites wereldwijd hebben omarmd. En dat ontmasker ik in dit boek. Dus ja, ik ga het bekijken. Ik hoop dat mensen het met plezier zullen lezen, maar ook met verontrusting, met ernst. Het is voor mij een heel serieus boek en een heel urgent boek. Dus ik ben er heel blij mee. Aan de slag.